Goedemiddag, broeders, zusters, jongeren en u die te gast bent of op afstand met ons meeluistert en kijkt. Welkom in deze dienst waarin dominee Mulder ons zal voorgaan. De schriftlezing is gekozen uit 1 Samuel 17, de versen 1 tot en met 11 en verderop in het hoofdstuk de versen 22 tot en met 51. Het thema van de verkondiging is De strijd is van de Heere. De collecte in de dienst is bestemd voor pastorale activiteiten en zending en evangelisatie. De bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk, wat u kunt vinden op de website of op de zondagsbrief. We gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen, Psalm 105, de versen 1 en 2. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. Verheft uw harten tot God.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het over David en Goliath, over strijd dus. Net zong wel een psalm waarin het woord strijd naar voren kwam. Juicht elk om strijd met blijde galmen. En ook de psalm die we nu gaan zingen past er denk ik goed bij. Psalm 33 vers 8. Schilden, bogen, dolken, dappere oorlogsvolken, wijsheid, moed nog kracht, kunnen ooit in het strijden enig vorst bevrijden, zonder zere macht. Stelt zonder de Heere niks voor. Psalm 33, het 8e vers. Beleiden we nu ons geloof en vervolgens zingen we uit Psalm 20, het 4e en ook het 5e vers. Op wagens, paarden en op helden zijn onze vijand stout. Daar vertrouwt onze vijand op, maar wij niet. Wij zullen de eer en de grootheid melden van God die ons behoudt. Psalm 20, vers 4 en 5, naar de geloofsbelijdenis. En beleidt u het in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
mogen in ons gebed tot de Heere gaan. In het bijzonder zullen we ook een aantal mensen in het bijzonder noemen. We zullen samen de Heere danken dat Arjan en Leander IJsma, Karouwelaan 3, afgelopen vrijdag verblijd zijn met de geboorte van hun dochter Romee. En afgelopen vrijdag zijn ook Gerard, Mark en Dorien Bosma, Schelde 16, verblijd met de geboorte van een dochter. En die heeft de naam Imke gekregen. We zullen samen ook bidden voor het bruidspaar van komende week, Henk-Jan van Galen en Laura van der Kraats. We zullen samen de jonge Sam van Doorn aan de heren opdragen van Ravenswaai Erf 2. Hij heeft een poosje geleden een gehoorimplantaat gekregen en moest opnieuw geopereerd worden, omdat het implantaat is gaan verzakken. Afgelopen vrijdag heeft deze ingreep plaatsgevonden en die is geslaagd. Dus daar mogen we de heren voor danken. We zullen ook denken aan zuster De Sterke van de Paddenstoelenlaan 41. Zij is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in Ede vanwege ontstoken galwegen en galstenen. Ze is gisteren weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We zullen samen ook bidden voor broeder Diepeveen van Oleander 12. Uit onderzoek is gebleken dat hij agressieve blaaskanker heeft. Er zijn gelukkig geen uitzaaiingen, maar door de ziekte van Kaler is alleen bestraling mogelijk en die bestraling is puur om de kanker te remmen. We zullen samen ook bidden voor broeder van den Heuvel van de Rozenstraat 2. Hij hoopt komende donderdag een ingreep te ondergaan in het ziekenhuis in Ede, waarbij de linkerheup vervangen zal worden. We zullen samen ook bidden voor troost en Gods nabijheid voor broeder en zuster Jacob en Dini Hoefnagel van Wolweg 45 en broeder en zuster Lau en Leni Hoefnagel van de Prattenburglaan 18, vanwege het overlijden van een schoonzus in de leeftijd van 64 jaar na een ernstig ziekbed. Zij is de vrouw van de jongste broer van Lau en Jacob. En uiteraard zullen we ook bidden om Gods zegen voor het kerkkamp en voor de vakantie Bijbelweek komende week. Zullen we samen tot de Heere gaan in ons gebed. Heere God van de legermachten, Heere van de heerscharen, U die troont in de hemel, U die aanbeden wordt door miljoenen, miljoenen engelen, U die daar uw glorie verspreidt, we komen tot U met vrijmoedigheid. Wij als kleine, kwetsbare mensen die in het leven toch ook vaak te strijden hebben. Heere, dan zijn er in deze wereld mensen die echt moeten strijden, moeten vechten, met geweren, met mortieren. We bidden U voor hen, om uw zegen, om vrede, om uitkomst in soms uitzichtloze situaties. En tegelijk, Heere, kan het ook strijd zijn bij ons van binnen, in ons hart. Strijd, omdat de boze ons aanvalt. Omdat we ervaren dat als we de weg met U gaan, dat de boze ons bij U vandaan wil trekken. Grote God, U weet hoe er strijd kan zijn in gezinnen. Strijd in families. Heer, U weet van koude oorlogen. Van verstoorde relaties. En wij bidden U, Heere, wilt U ons vanmiddag in uw goedheid aanzien. U de Heere van de legermachten. En wilt U ons uw vrede geven. En ons klaarmaken. Ons toerusten vanmiddag. Om staande te blijven in de geestelijke strijd. En Heere, dat staande blijven, dat kunnen we alleen maar biddend. En daarom komen we tot U. Die machtige God. U die ons kent. U die weet van al de namen die genoemd zijn. U die ook weet hoe het met ons is, als onze naam niet in het bijzonder genoemd wordt. We vragen U, Heere, geef ons een gezegende dienst. Als we zijn samengekomen in uw naam. Heere, wij zijn dankbaar dat we dat mogen doen. Op grond van het volbrachte werk, de volbrachte strijd van U, Heer Jezus Christus. Wilt U ons vanmiddag dan alles geven wat nodig is. In spreken, in denken, luisteren. In het spelen, in het geven van onze gaven. Grote God, verbreek het werk van de boze. En laat het een dienst zijn waarin we toegerust worden, opgebouwd worden. Waarin we mogen groeien in de genade en kennis van U, onze Heer Jezus Christus. Ik wil U ook hartelijk danken, Heere, voor het nieuwe leven wat in het midden van de gemeente geboren is. Romee IJsma en Imke Bosma heeft leven gegeven, leven gespaard.
En we mogen u daarvoor prijzen, heren. Het is altijd een wonder, het is ook altijd weer spannend. En we danken u dat u het nieuwe leven, deze aarde hebt laten komen. Dat ze mochten geboren mochten worden, dat ze mogen wonen in een warm huis. Geef dat de moeders ook mogen herstellen, Leanda en Doreen. Zegent u vaders, zegent u broertjes, zusjes. Heren, u weet wat daarin nodig is. Geef dat ze samen mogen zien hoe uw hand hen zegent. Grote God, wil u ook bidden voor het bruidspaar van komende week, Henk, Jan en Laura. Geef alles wat nodig is en de laatste voorbereidingen. Zegen die voorbereidingen en geef zodat het een mooie dag mag zijn, een fijne dag. Een dag die is tot uw eer. En geef dat ze dat zo uit uw hand mogen ontvangen en u daarvoor mogen prijzen. Heer, we danken u ook dat Sam van Doorn de ingreep mocht ondergaan. Het was helaas nodig, heren, maar het is afgelopen vrijdag goed gegaan. U heeft uw zegen weer gegeven. En we bidden u ook om uw zegen over de implantaten. Geef dat ze er aan bij mogen dragen, aan het gehoor van de jonge Sam. Zegent u zo Albert en Mirjam met Luc en Sam. Heer onze God, het was toch ook schrikken voor broeder en zuster de Sterke toen ze ineens opgenomen moest worden. Heer, en het was een nare situatie, het was vervelend, maar u heeft de medici willen zegenen. We danken u, Heer, dat de operatie plaats kon vinden, dat galstenen konden worden weggenomen, dat onze zuster weer wat mocht opknappen en u thuis mag zijn. U bent nabij geweest. En zegent u zo onze broeder en zuster en geef dat ze mag herstellen. Nieuwe kracht mag krijgen en uw hand mag ervaren en u daarvoor eren. Machtige heren, u weet ook dat onze broeder Diepeveen van de Oleander al heel wat keren ziekte heeft ervaren in zijn leven. En ook nu dragen we hem van harte aan u op, omdat hij agressieve blaaskanker heeft. Heren, gelukkig geen uitzaaiingen, maar toch, heren, stapje voor stapje wordt zijn gezondheid toch ook minder. We danken u dat er bestralingen mogelijk zijn. En tegelijkertijd, heren, beseffen we ook dat het alleen maar is om te remmen. En wilt u het dan maar zegenen? Wilt u met onze broeder zijn, met onze zuster? Geef dat ze uit uw hand mogen leven, in vertrouwen op u, dat hun tijden in uw hand zijn. We vragen u ook, heren, om uw zegen voor broeder van de Heuvel, van de Rozenstraat. Zij de ingreep moet ondergaan komende donderdag, heren, de heup zal vervangen moeten worden. We danken u dat er goede herinneringen zijn aan een eerdere ingreep. Maar wilt u ook nu, deze keer, meegaan? Wilt u geven dat de ingreep goed mag verlopen? Dat onze broeder daar profijt van mag hebben? Dat de mobiliteit beter zal worden? Zegen u hem zo, samen met zijn vrouw, met allen die hen lief en dierbaar zijn. Heren, wilt u ook troost geven? Jacob en Dini, en Lau en Leni Hoefnagel. U weet, heren, wat het voor hen betekent om een schoonzuster te moeten missen. Ze was ziek, heren. Het was een aangrijpend proces. We danken u dat er rouw is, maar niet zonder hoop. Dat ze mocht getuigen van u. Dat ze haar ziekte mocht dragen in het vertrouwen dat u erbij was. En dat u het beste nog zou komen. Heren, gaat u zo ook mee de komende week. De gang naar het graf gemaakt zal moeten worden. Troost, wees nabij zoals u alleen dat kunt en verheerlijk uw naam, ook door het lijden heen. Machtige heren, richting het nieuwe seizoen worden er allerlei dingen alweer opgepakt. En zo willen wij vanmiddag ook het kerkkamp en de vakantie Bijbelweek graag aan u opdragen. Geef een goed kerkkamp, heren. Zoveel jongeren zich hebben aangemeld, ze zin in hebben om met elkaar iets op te trekken, gezelligheid te hebben, om meer te leren over u. Geef uw zegen erover. Geef de leiding wijsheid bij de dingen die geregeld moeten worden, waarop gelet moet worden. Geef dat ze het met vreugde mogen doen, dat ze de energie ervoor hebben en dat het tot grote zegen mag zijn. Machtige heren, ook de vakantie Bijbelweek die hier op Veenendaal, op verschillende plaatsen, maar ook verder in Nederland plaats zal vinden. Zonder uw zegen, heren, wordt het niets. Maar wilt u het gebruiken? Zegt u aan ieder die erbij betrokken is, zeggen de kinderen, de ouders die erbij zijn, wilt u geven dat het mooi is, helder is en dat het aanspreekt
En werkt u dan met uw geest maar door. Ja, heren, wij kunnen getuigen. U kan overtuigen. Overtuigt u ons dan maar. Allemaal, zoals we hier in de kerk zijn, maar ook verder buiten. Breid uw koninkrijk uit. Via de poster, via ons. Ons allemaal persoonlijk, heren. Zegen ons en kneed ons. Geef dat we zo vanmiddag in de kerk mogen trainen. Om staan te blijven in de geestelijke strijd. Om onder uw vaandel door te gaan. Grote God, zegen ons. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, heel fijn dat jullie vanmiddag er weer bij zijn. Zoals je kan zien heb ik de kinderbijbel weer meegenomen. De vorige keer ging het over David. David, hij werd gezalfd. Zijn broers dachten, nee hoor, die wordt het zeker niet, maar hij werd het wel. En deze keer wordt David erop uitgestuurd. Je ziet het, hè? Je ziet hem lopen met zijn zak, er zit eten in. Hij moet bij zijn broers gaan kijken, want het is oorlog. En zijn oudste drie broers, die zijn daar waar de strijd is. En als je goed kijkt, dan zie je dat er één hele grote strijder is. Zie je hem? En jullie weten ook wel hoe die heet, toch? Hoe heet die grote strijder van de Filistijnen? Wie heeft een idee hoe die heet? Zeg het maar. Dat is Goliath. Inderdaad. En Goliath die is heel groot. Die is misschien wel bijna twee keer zo groot als ik. Kun je je voorstellen hoe groot die is? Zo gespierd, zo getraind. En dat is natuurlijk bangmakend. Niemand van de soldaten in het leger durft het tegen hem op te nemen. Maar David wel. En hoe verslaat David nou Goliath? Hoe doet hij dat? Hoe wint David nou van Goliath? Wie weet het? Ik dacht, nu zie ik allemaal vingers, want die weten het allemaal. Ja. Door een steen in de slinger, hè? Verschillende zag ik knikken, ja. Een steen in de slinger. Dat zie je op het volgende plaatje. Dan gooit hij de steen. En natuurlijk kun je zeggen, hoe verslaat David nou Goliath? Dat doet hij door die steen. Die steen, die slingert hij, die raakt en zo verslaat hij Goliath. Maar weet je wat David zelf zou zeggen? David die zegt misschien wel dat hij die steen gooide, maar als je goed meeluistert straks in het gedeelte, weet je wat David dan vooral zegt? Dan zegt hij, ik kom naar u toe in de naam van de Heere. Deze strijd is niet tussen mij en tussen jou, maar deze strijd is van de Heere. En de Heere die zal het doen. Dus hoe verslaat David nou Goliath? Hij zegt eigenlijk deed ik dat helemaal niet, dat deed de Heere. De Heere gebruikte dat steentje. God strijdt. En dat maakt nou alles anders. Nou daar gaan we over lezen, over David en Goliath in 1 Samuel 17. We lezen vers 1 tot en met vers 11. Dan maken we een sprong. Dan lezen we vanaf vers 22 verder tot met vers 51. En als we dat gelezen hebben, dan zingen we uit Psalm 35 het eerste en het vierde vers. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Betekent er een einde aan te maken dat ze geen macht meer hebben. Leest u mee. 1 Samuel 17 vanaf vers 1. De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Sogo, dat Juda toebehoort. Zij sloegen hun kamp op tussen Sogo en Azeka, in Efes-Damim. Maar Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het Eikendal. Vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd. De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde en de Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde. En de vallei lag tussen hen in. Toen kwam er een kampbevechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 6 el en een span. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas aan. Het gewicht van het harnas was 5000 sikkel brons. Hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders.
De schacht van zijn speer was als een weversboom. En de punt van zijn speer was van 600 sikkel ijzer. En de schilddrager ging voor hem uit. Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe. Hij zei tegen hen: waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn en bent u geen dienaren van Saul? Kiest u een man uit die naar mij toekomt. Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn: heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd. Vers 22. David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker van de bagage. En hij snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen vroeg hij zijn broers naar hun welstand. Terwijl hij met hen sprak, zie, de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten zij allen voor hem weg en waren zeer bevreesd. De mannen van Israël zeiden: hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Het volk gaf hem hetzelfde antwoord: zo zal men de man doen die hem verslaat. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei: waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Toen zei David: wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Hij wendde zich van hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden. En het volk gaf hem weer antwoord, zoals de eerste keer. Toen de woorden die David gesproken had gehoord werden en in de tegenwoordigheid van Saul werden verteld, liet deze hem halen. David zei tegen Saul: laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David: je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, want jij bent een jongen. En hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul: uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam? Dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als één van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David: de Heere, die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: ga heen, de Heere zij met je. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul: ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David en de man die zijn schild droeg liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem, want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David: ben ik een hond
dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David: kom naar me toe. Dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn: u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. En het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steenhuid, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem. En hij hakte zijn hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchtten zij. Tot zover.
Na de verkondiging zingen we Psalm 68, vers 1. De Heer zal opstaan tot de strijd. Psalm 68, het eerste vers. Als kerntekst lees ik nog vers 47. Maar David tegen de Filistijn zegt: en deze hele gemeente zal weten dat de Heer niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heer. Hij zal u in onze hand geven. De strijd is van de Heer. Dat is het thema van de preek van vanmiddag. Dan structuur voor de preek, 3 punten. We kijken allereerst naar de aanpak van Goliath. Vervolgens naar de angst van Saul. En als derde naar de aanval van David. De aanpak van Goliath, naar bijvoorbeeld vers 10. Verder zei de Filistijn: heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. Hij hoont en maakt ze belachelijk. De aanpak van Goliath. Dan de angst van Saul, bijvoorbeeld vers 11. Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd. En als derde de aanval van David, vers 45. Maar David zei tegen de Filistijn: u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Gemeente van Christus, wat is hij groot en machtig. Wat straalt die man iets uit? Nee, ik verwacht niet dat u bang zal worden als ik doe alsof ik met u wil vechten. Die uitstraling heb ik niet zo, denk ik. En het wordt misschien ook al wat anders als Rico Verhoeven recht voor je neus staat. Als hij boos kijkt en je ziet dat gezicht. Of Badr Hari of van het gevecht van vorige week, weet je wel. Jake Paul of Nate Diaz. Als die voor je staan, getraind. Ah, dat is echt eng. Maar ja, Goliath is nog een meter langer. Ik bedoel, als je hem ziet, die benen, boomstammen, getraind lijf, die torso, 1 bonk spieren, die armen, die spierballen. Je ziet het aan alles, een tank op voeten. En dan zie je dat gezicht, dat geharde gezicht met die felle blik. En als hij zijn mond open doet, het dreunt door het dal. Wie durft het tegen deze man van ruim 3 meter op te nemen? Ja, jongelui, moet je voorstellen dat Goliath bij jou bezoek komt vanavond. Als hij bij jou door de deur gaat, weet je, dan moet hij heel diep bukken. En als hij bij jou in de woonkamer staat, dan loopt hij gebukt, want hij is ruim 3 meter. Waarschijnlijk is het plafond bij jou thuis niet zo hoog. Stel je voor dat je een van die soldaten van het leger van Israël was. En je stoot je collega aan en je zegt: durf jij het? Ja, zelfs de koning durft het niet, wie zou ik zijn? Moet je hem zien staan. Dat harnas weegt alleen al 50 kilo. Dat hout van die speer, daar kun je denk amper 2 handen mee in krijgen. En die punt van die speer, die is 6 kilo zwaar. Ja, en voor ons staat er iets wat niet zo opvalt, maar er staat daar ijzer. En voor heel veel Israëlieten in die tijd was dat ijzer? Wat is dat ijzer? Brons, dat kenden ze wel, dat werd veel gebruikt. Maar ijzer, dat was hypermodern. Dat was iets nieuws. Heel hard. Op een speciale manier gemaakt. En daar stond hij. Die punt van ijzer, wat is dat? Een tot de tanden toe bewapende bangmaker. Bullebak. En hij brult. Hij roept. Hij vervloekt de Israëlieten. Is er iemand die met mij wil strijden? Zou je het gedurfd hebben? Angstaanjagend is het toch? Aan de ene kant van de helling, daar liggen de Filistijnen. Midden in een dal, een beekje. En aan de andere kant, de Israëlieten. Tussenin. Ja, als je elkaar daar treft, wordt het 1 groot bloedbad. Ja, en daarom 2 kampvechters tegenover elkaar. Maar als je goed leest in dit gedeelte, dan merk je: dit gaat niet alleen om man tegen man,
Volk tegen volk, leger tegen leger. Dit gaat over de God van de Filistijnen tegen de Heere. Het is toch opmerkelijk dat als David naar voren komt in vers 43, dat de Filistijn David dan vervloekt bij zijn goden. Die goden gaan het doen. En als David dan ook naar voren stapt, dat hij dan zegt: ik kom naar u toe in de naam van de Heere. En de strijd is van de Heere. Wie gaat het winnen? En elke dag brult die Goliath, die gigant: kom naar voren, lafaards. Is er nog een man hier in het leger? Geef een man om mee te vechten. En weet je hoe lang het al duurt? 40 dagen. Elke ochtend, elke middag. Moet je even indenken wat voor impact dat heeft. Elke ochtend, elke middag, al 40 dagen lang boezemen die woorden van die gigant angst in. Al 40 dagen lang zette die het leger klem. Al 40 dagen lang intimideerde die reus het leger. En je kunt je toch al voorstellen wat er gebeurt met die soldaten, met het leger van de Israëlieten. Die worden banger, banger, banger. Kleiner, kleiner, kleiner. Wie durft er nog? En van zijkant dreunt het. Maar van de kant van de Israëlieten is het stil. En nu? Broeders en zusters, als je zo Goliath voor ogen ziet, dan kan dat voelen als heel ver weg uit onze tijd. Een mooi verhaal van vroeger. Een van de favorieten uit je kindertijd. Maar zou er in onze tijd ook niet van die reuzen zijn? Van die machten? Van die krachten? Die zich willen manifesteren, de boze die zijn plek wil innemen? Of heeft u nooit gehoord van reusverleiding? Of reusverslaving? Reusschuldgevoel? Reuswanhoop? Reusangst? Reuszorgen? Die stem die klinkt, van jou wordt het nooit wat. Voor jou is er geen hoop. Nee maar, doe maar. Nee, voor jou is er geen genade. Die angst, die zorg over je gezin. God zal ook niet helpen hoor. Helpt echt niet. God vertrouwen. En zo wint de reus terrein in dit gedeelte. En wil zo de Satan al die stemmen niet gebruiken om te doen met ons wat er hier gebeurt met het leger van Israël. Wat gebeurt er? Dat leger voelt zich klein en slap en zwak. Zou de boze al die stemmen niet willen gebruiken om ons te maken tot een stelletje slappe christenen? Die eigenlijk staande moeten blijven in de geestelijke strijd. Maar die zwak zijn? Die ten onder gaan? Die zitten te bibberen in een hoekje? Ja, natuurlijk weten we dat de Heer Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Maar om nou te zeggen dat dat ons verandert, want die stem, die kracht. Ja, misschien heb je er al 40 dagen mee te maken. Of heeft die angst je al 40 maanden in de greep? Of is het zelfs al 40 jaar dat het zo zwaar is? En ja, het kan echt lastig zijn. We hebben gekeken naar wat onderzoeken. Met een onderzoek van 2019 tot 2022 blijkt dat ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland ooit te maken krijgen met iets van een angststoornis, ruim 15%. 8% van de mensen in Nederland van 16 jaar en ouder gaf in 2020 aan dat ze slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. 1,2 miljoen mensen. Ja, je zou maar een soort Goliath in je huis hebben wonen. Ja, en volgende week, nog een weekje vakantie dus, maar daarna begint school weer. Maar je zou maar te maken hebben met de pestreus. 11% van de kinderen van groep 6 tot 8 van de basisschool gaf aan dat ze gepest worden. 11%. En de website Stop Pesten Nu wordt 1 op de 5, volgens die website wordt 1 op de 5 jongeren online gepest. 400.000 jongeren per jaar. Aangrijpend. Heftig. En Satan vindt het heerlijk om die angsten, die machten, die stemmen te gebruiken om ons te maken tot wat er bij het leger van Israël gebeuren, tot bange gelovigen die in de hoekje zitten en die niet staande blijven in de geestelijke strijd. En misschien speelt er bij u of bij jou dan ook nog wel iets,
wat hier gebeurt. Nou, dat ze binnendringen in je leven, dat zie je aan het begin. Ze zijn al in Sogo, staat er in het begin van onze schriftlezing. Het dringt je leven binnen. Maar Goliath die gebruikt een paar woorden waarvan ik denk dat dat raak geweest is en dat het pijn gedaan heeft. Wat bedoel ik nou? Vers 8. Dan noemt hij de Israëlieten dienaren van Saul. En ja, dat zijn ze ook, logisch toch? Soldaten van het leger van Saul. Je kan het ook vertalen met slaven van Saul. En vanuit het hele perspectief van dat honen zou ik willen zeggen, het is volgens mij slaafjes van Saul. En dat doet denk ik pijn. Waarom? Nou, een aantal hoofdstukken terug gebeurde er iets. Toen zei het volk, we willen een koning. En Samuel zei, doe dat nou niet. Wij hebben de Heere als koning. Hij is onze koning. Geen andere mens toch? Maar het volk zei, we willen toch een koning. Ja, maar zei Samuel, weet je wat voor koning je dan krijgt? Ja, jullie koning zal jullie jongens nemen en hem laten dienen. Hij zal jullie dochters nemen en hem laten dienen. Hij zal jullie dieren nemen en hem laten dienen. Ja, dat is het. Ze zijn dienaren van Saul en dat brengt ze nu hier. De reus legt feilloos de vinger op de zere plek. Dit komt door jullie eigen keus. Je hebt toch zelf ervoor gekozen? Nou, dit brengt het je. Au. En je zou hier maar zitten. En dat iets je ergens verlamt in het geestelijk leven. En dat je dan ook nog een gevoel hebt van, ja, het komt toch ook door mij. Door mijn keuzes. Door mijn opvoeding. Door wat ik gedaan heb. En de reus maakt zich groot en die stem die klinkt maar. En die houdt je in de greep en het doet zeer. En zo vindt de boze het heerlijk om ons allemaal in de greep te krijgen. Heeft de boze ons misschien in de greep? Door die stem in je leven? Is je eigen schuld? Komt toch door jezelf? Waar is je hoop? Waar is je moed? Op God vertrouwen? Nu het recht op aankomt? Nee joh. Broeders en zusters, het is erg spannend wat hier gebeurt. En hoe moet het? En toen ik dat eens op me in liet werken en ik zag in gedachten, zag ik het leger van de Filistijnen en Goliath en het leger van de Israëlieten. En toen moest ik denken aan een ander gedeelte waarin het ook gaat over reuzen. U kent het vast ook, van Jozua en Caleb. En die Israëlieten daar, dat leger, die zullen vast weten van die strijd die er geweest is. Hoe Jozua en Caleb met 10 andere verspieders Israël ingeweest zijn. Het beloofde land. Hoe ze die versterkte steden zagen, hoe ze de reuzen zagen. Hoe de 10 niet geloofden, Jozua en Caleb wel. Ze kennen de geschiedenis dat uiteindelijk Jozua en Caleb het beloofde land zijn ingegaan. Dat de reuzen zijn verslagen. Dat Jericho, die stad waar ze omheen gingen, gevallen is. Ze kennen de geschiedenis van hoe er omgegaan is met reuzen. Met kwade machten. Ze kennen de geschiedenis. Maar blijkbaar putten ze er geen moed uit, doet het geen kracht. En is dat soms bij ons ook niet de situatie? Dat je hele mooie geschiedenissen vanuit de Bijbel kent. Dat woorden vanuit de Bijbel bij je binnen kunnen komen. Maar hoe pas je dat nou toe in je leven? Broeders en zusters, in de geestelijke strijd is het niet allereerst van belang dat je maar heel veel kennis hebt met je hoofd. Dat je namen en feiten hebt geleerd. Dat je alles weet. Maar de vraag is, kun je het ook toepassen in je leven? Brengt het je daar waar je moet zijn? Of is het misschien zo dat iemand van ons vanmiddag moet zeggen, ik ben slap in de geestelijke strijd, omdat ik wel heel veel weet. Maar toepassen in mijn leven? Het lukt niet. Iemand zegt misschien, mag het nog iets concreter vanmiddag of iets dichterbij? Ja, dat kan. Kent u John Bunyan? Hij heeft het boek De Christenreis geschreven. En in dat boek beschrijft hij hoe christen vanuit de stad Verderf op weg gaat naar het eeuwige leven. Naar bij God zijn. En onderweg maakt christen heel veel mee. En een van die dingen die gebeuren is dat hij gevangen genomen wordt. En dat hij opgesloten wordt in het kasteel van reus Wanhoop. En daar zit hij in de kerker. Achter slot en grendel en hij kan niks. Reus Wanhoop heeft christen volledig in de greep. En wat moet je dan? En op een gegeven moment denkt christen ineens. Voelt hij in zijn zak of
komt hij erachter, hé, ik heb een sleutel bij me. En op die sleutel staat belofte. Ja, wat zal ik hier eens mee doen? En op een gegeven moment probeert Christen die sleutel eens te gebruiken in het slot van die kerker. En warempel, de kerker gaat open. En ook de andere deuren van het kasteel van Reus Wanhoop gaan open. Snapt u het punt? Christen zat met de sleutel op zijn zak, gevangen in het kasteel van Reus Wanhoop. Wanneer veranderde er iets? Toen hij de sleutel van de belofte pakte en gebruikte. Welk woord van de Heere heeft u nodig als een sleutel in de strijd tegen de reus? Of herkent u zich misschien in de angst van Saul? Want ja, dan zijn we bij het tweede. Als iemand de aangewezen persoon is om de strijd met Goliath aan te gaan, is dat Saul. Hij is langer dan de anderen, hij is groter. Zo weten we het andere gedeelte. Hij is de Messias, de gezalfde. Hij moet voorop gaan in de strijd. Maar hij doet niks. In hem zie je wat er gebeurt als je God verlaat. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Nee, je kunt niet tegen reuzen op als je God niet vreest. Je kunt niet tegen Goliath op als je de Heilige Geest bedroeft met je zonde. Je kunt geen weerstand bieden aan de boze als je niet echt bidt. En als ik zo naar Saul kijk, dan vallen me heel wat dingen op. En niet alles noem ik vanmiddag, maar eigenlijk vooral ook iets aan het eind valt me op. Dat heb ik net niet gelezen. Maar als je het erbij pakt, dan zie je dat Saul de vraag stelt aan zijn legeroverste, aan Abner. Van wie is deze jongeman een zoon? Alsof hij niet weet wie die nou is. Wie is die David nou? Ik ken hem niet. Terwijl we weten, vanuit hoofdstuk 16 en ook vanuit vers 15 volgens mij, van dit hoofdstuk, dat David toch heel geregeld aan het hof van Saul was, bij Saul. Hij speelde voor hem. En dan lijkt hij hem niet te kennen. Ik denk dat de Bijbelschrijver iets duidelijk wil maken als, hij ziet Gods weg niet in het leven van David. Hij ziet niet hoe God zijn weg gaat in het leven van deze jonge man. Dat kan je dus gebeuren, hè? Ben je zelf de gezalfde, ben je de koning van Israël. En dan heb je niet door hoe de Heer de dingen leidt, omdat je zelf vastzit. Dan kun je trouwe kerkganger zijn. En dan kun je niet doorhebben hoe God zijn weg gaat in het leven van bijvoorbeeld een jongere. Omdat je zelf vastzit. Geldt toch niet voor ons, toch, vanmiddag? Saul die heeft ook zo zijn ideeën. Hoe moet je die reus aanpakken? Hij denkt, die moet ik aanpakken op de manier van de reus. Van Goliath staat, hij heeft een helm, een harnas en een zwaard. En wat staat er van Saul? Die heeft een helm, een harnas en een zwaard. En je moet het op die manier aanpakken. En als David het dan durft, wat denkt Saul dan? Op deze manier moet het, jongen. Trek mijn gevechtsuitrusting maar aan. Hij trekt hem een Sauls harnas aan. Zo moet het, jongen. Zo'n vraag ook voor de oudere broeders en zusters, de volwassen broeders en zusters in ons midden vanmiddag. Of u die meekijkt. Trekt u misschien soms ook wel eens een salsharnas aan bij jongere gelovigen? Terwijl je misschien zelf vastgelopen bent. Terwijl je zelf vastzit en ook niet weet hoe het moet. Dat je zegt, zo moet het jongen, ga zo je weg. Zou best heftig zijn, toch? Want dan denk je dat je de reus moet verslaan op een manier waarop je het zelf niet durft. En het lijkt ergens een daad van bescherming, maar eigenlijk is het een stuk ongeloof. Het lijkt alsof Saul dat ene woord van David niet gelooft. Dat ene woord wat hij nog niet gebruikt heeft. Welk woord? Het woord God. De levende God. Ja, David, God is wel aardig voor thuis. Maar dit is het echte leven. David, het is best aardig om over het levende God te hebben, maar dat is mooi voor bij de schapen. Dit is de echte werkelijkheid. Mensen, het is mooi om het over God te hebben in de kerk. Maar in het echte leven heb je er weinig aan. Zie je dat zwaard niet? Hoor je dat gebral niet? Zie je zijn spieren niet? Dit is de manier van de echte wereld, daar heb je nog niks aan God. Zal hij gelooft het niet. En de vraag voor ons is, hoe strijden wij tegen de reuzen? Hoe strijden wij tegen die kwade machten?
En kijk dan eens naar de Heer Jezus. Want Hij doet het op zijn manier. Dat zie je al bij de verzoeking in de woestijn. De duivel probeert het van alle kanten. Maar wat een wonder, onze Heer Jezus Christus blijft staande. Hij valt niet. En Hij is het. Die niet op de manier van de boze, maar op zijn manier zijn koninkrijk vestigt. En de boze verslaat op een ongedachte manier door aan een kruis te sterven. Ja, als God dingen doet, gaat het vaak anders dan wij denken. Dat zie je toch ook in de aanval van David, toch? Zij bij derde van de preek. En die knappe jonge jongen, wat rossig om te zien, heeft hard gelopen. Gaat even kijken bij zijn broers. Heeft het eten meegenomen. Moet vragen hoe het met ze is. En ja, je zou het toch kunnen voorstellen dat hij zegt, ja, ik ga gauw terug. Ik bedoel, als je daar komt en je hoort die stem van die gigant en je merkt dat die soldaten niks durven, dan denk je toch, oké, alsjeblieft, hier is het eten, gaat goed met jullie, ga naar huis. Maar David, die blijft. Hij laat zich niet aftroeven door de woorden en ook niet door het uiterlijk van Goliath. En ook zelfs een Eliab, die houdt hem niet tegen. Ja, dan kom je, dan raakt het je, en dan heb je zo'n grote broer, Eliab, en die gaat je dan belachelijk maken. Zeg, jochie, wat kom je hier doen? Moet je niet naar de schaapjes toe? Wie heeft je bij die paar schapen vandaan laten gaan? Maakt hem eigenlijk belachelijk. Tot David heilig verontwaardigd is. Het kan je toch tegenhouden? Als je van die mensen hebt die ouder zijn, misschien wel meer verantwoordelijkheden op dat moment, en die ergens een beetje het gevoel geven, jij bent klein, jij stelt zo weinig voor. David laat zich niet van de wijs brengen. En zelfs ook niet door een Saul. Want ja, David is toch compleet verbaasd als hij hoort dat Saul zelfs niks gedaan heeft. En wat hij als beloning heeft beloofd. Je zult rijk worden, je krijgt zijn dochter, je hoeft nooit meer belasting te betalen. Wat, zegt David? Heeft de koning dat gezegd? Is verbaasd. Wat zal er zo mee om? Kun je toch ook denken van, nou ja, als dat mijn koning is, als dat de leider is, nou dan ga ik maar weg hoor, dan... Wat is nou het verschil? Wat maakt nu dat David niet zegt, ik laat me tegenhouden, ik ga toch door. Omdat David met meerdere ogen kijkt. Hij kijkt met zijn ogen van zijn lichaam. En hij ziet die reus en hij ziet de angst, hij ziet het. Maar in het geloof ziet hij meer. Hij ziet dat het een antimacht is tegen Gods koninkrijk. Wie is deze onbesneden Filistijn wel? Dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Wie is deze voorhuid van een Filistijn? Dat hij de soldaten van de heren van de legermachten belachelijk durft te maken? Broeders en zusters, ik denk dat een verschil is dat de soldaten en dat Saul vooral een tegenstander zien van zichzelf. Hij bedreigt ons en ons volk. Maar dat David dieper doorkijkt en zegt, maar hey, we hebben een God. En zijn eer wordt aangetast. En dat raakt hem. Dat kan toch niet? En we hebben toch een God? Dat je niet alleen maar kijkt naar het horizontale. Dat je die familieruzie ziet. Maar dat je zegt, God wordt hier toch in gelasterd? Dat je raakt. En met de geloofsogen zie je niet alleen dat er antimachten bezig zijn. De duivel is toch de wereldbeheerser. Hij beheerst de wereld. Maar David ziet er nog meer. Hij doet alsof Goliath al verslagen is. Alsof het nog een boomstam is die op het laatste randje staat en alleen nog maar om moet vallen. Zo kijkt hij naar hem. Terwijl iedereen bang is, opmerkelijk. In vers 32 zegt hij het al. Laat niemand de moed verliezen, want ik zal vechten. David, jij? Moed verliezen? Niemand heeft moed hier. Maar dan vanaf vers 37. De Heere, die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft, en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Dat zal hij doen. En in vers 45 en 46. Je proeft de zekerheid. U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies.
Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand uitleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven, aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. David kijkt naar die gigant. Een meter langer dan Rico Verhoeven. Tot de tanden toe bewapend, klaar voor de strijd, gehard door alles wat hij heeft meegemaakt. En dat jochie David kijkt hem aan en zegt: ik ga jou doden. Ja, belachelijk toch? Maar dat is de manier waarop de overwinning komt. En broeders en zusters, het gaat soms dus anders. In de geestelijke strijd gaat het anders. En zie je daar niet iets van de Heer Jezus? Vind je het niet mooi dat de Heer Jezus, nog voor hij naar Gethsemane gaat, nog voor hij sterft aan het kruis, dat hij in Johannes 16, vers 33 al zegt: heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. De wereld overwonnen? Ja, ik heb de wereld overwonnen. Ik heb de slag geleverd. En wij mogen toch nog verder kijken. Hij is die weg gegaan. De duivel heeft er alles aan gedaan. Mensen stonden tegen hem op. Maar onze Heer Jezus Christus, hij heeft volbracht. Hij heeft zijn leven gegeven. En toen iedereen dacht, het is verloren, was dat juist de triomf. Het is volbracht. God die wint hier de strijd door een weerloze herdersjongen. En aan het kruis door een weerloze goede herder. De lot van zonde, dood en kwaad. De lot van de reuzen, de machten die de boze zo graag gebruikt. Ze zijn er nog. Maar Christus heeft ze al overwonnen. Ze moeten alleen nog omvallen. Heer Jezus Christus, hij versloeg reuzen als zonde. De reusverleiding, reusverslaving, reuswanhoop, reus angst, reus zorgen. Ze moeten alleen nog omvallen. Ja, natuurlijk. Je kijkt hem in de ogen. Springlevend. Hij schreeuwt. Die stem die klinkt morgen weer of straks al. Maar daarom, broeders en zusters, heb goede moed. Want de Heer Jezus Christus heeft overwonnen. Het is Pasen geworden. Zelfs de dood. Waar wij geen macht hebben, heeft de Heer Jezus overwonnen. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? En wie kijkt met de ogen van het geloof, kan soms lichamelijk en psychisch ergens zwak zijn. Maar toch niet. Want je ziet op die Heere, de God van de legermachten. De God die nou alles in zijn hand heeft. Ja, dan gaat het snel. David, die heeft even gescharreld in die beek. En 5 stenen mee doet hij in de herderstas. En stapt op die gigant af. Brullend klinkt het. Ben ik een hond dat je met een stok op me afkomt? Past wel mooi in het rijtje, toch? Leeuw, beer, hond. Goliath vervloekt. David reageert. Stopt zijn hand in zijn tas, pakt een steentje, doet hem in zijn slinger. Met een ferme zwaai slingert hij de steen richting Goliath. Raak! Bof! Met een dreun valt de gigant op de grond. David roept er naartoe, pakt het zwaard van Goliath uit de schede en hakt zijn hoofd af. Zo overwint David de reus. Niet door kracht, niet door geweld. Want de strijd is van de Heere. Het is zijn strijd. En daaruit put het volk Israël moed. En laten wij dan, broeders en zusters, niet onszelf op de borst kloppen. Wij redden het wel. Nee, wij vinden het vaak spannend. En moeilijk het leven. Als we dan zien op de Heer Jezus, dan mogen we moed putten. Ja, zalig ben je als je moed put uit zijn overwinning. Zalig ben je als je weet, hij heeft daarin alle reuzen verslagen. En ze kunnen nu mij nog proberen te pakken. En soms lijk ik ook op een sal. Dan zet ik me schrap. Dan verkramp ik. Dan wil ik de reus aanpakken op zijn manier. En vanavond leer ik het. Om door het geloof, door Christus te kijken naar de reus.
te vertrouwen op Hem. En nee, dan kun je ook iemand zijn die een gedachte heeft van ja, die reus, ik moet al zo lang strijden tegen die ziekte, tegen die zorgen, tegen die stemmen. Soms moet je het ook niet alleen willen doen. David gaat hier alleen. Maar als je verder leest in Samuel en je komt in boek 2, hoofdstuk 21, dan lees je in vers 15 tot en met vers 17 over weer een reus. Isbi-Benob. Ook een gigant. En die gigant die ziet dat David moe is. En die wil niets liever dan David dan pakken. Gelukkig is David dan niet alleen. Maar komen mensen hem te hulp om die reus te verslaan. Dat het woord van God je moed geven vanmiddag. Om staande te blijven in de geestelijke strijd. Want de strijd is van de Heere. En zo zagen wij de aanpak van Goliath. De angst van Saul. En de aanval van David. Tot slot. Nog één ding. De afsluiting. Ik weet niet, jongelui, of jullie wel eens hebben afgevraagd waarom David nou 5 stenen pakt. Waarom zou je er 5 gepakt hebben? Je kunt toch ook denken, ja, waarom niet 1? Als ik in de naam van de Heer ga, is 1 toch genoeg? Waarom niet een hele tas vol? 100? Dat hij dan heel hard kan rennen en intussen kan gooien? Waarom niet 3? Hij neemt er 5. En ik kwam een uitlegger tegen en ik vond het heel aardig wat hij erbij schreef. Die schreef, 5 heeft hier te maken met de 5 boeken van Mozes, de toenmalige Bijbel. Als je dat gebruikt en je slingert dat naar de reus, dan heb je een steen die reuzen kan verslaan. Broeders en zusters, als u komende week een reus tegenover u ziet, gebruik dan maar de stenen van Gods woord. Ik heb u er al een gegeven, toch? De Heer Jezus zegt zelf, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Mag ik er nog eentje bij geven? Je bent gedoopt. De meesten van ons zijn gedoopt. Als u zich aangevallen voelt, wijs hem dan maar op de doop. Als je dat naar de Satan, naar de boze slingert, dan kan hij niet tegenop. Want de strijd is van de Heere. En de Heere zal opstaan tot de strijd. Amen.
zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan. Heere, dank u wel dat u hebt gezegd: heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Heere, in die wereld komen we reuzen tegen, klinken er stemmen, gebeuren er dingen die ons soms klem zetten. Dingen die de boze gebruiken wil om ons te maken tot zwakke gelovigen, die ons bij u vandaan trekken. En vergeeft u het ons, Heer, als we ons daar zo door laten leiden, of als we elkaar in de weg lopen zoals Eliab en Saul. Maar u weet toch ook hoe klein wij zijn, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. We vinden dat moeilijk, Heer. Vergeef het ons als de boze ook dingen heeft die hij kan benoemen, waarin we zelf een verkeerde keus gemaakt hebben. Dat hij dat gebruikt om ons klein te maken en bang te maken. Vergeeft u het ons, Heere, en laat uw genade toch overvloedig zijn, zodat we staande blijven in de geestelijke strijd. Heer, help ons om de pijlen van de boze uit te blussen, om weerstand te bieden op dag van het kwaad. Grote God, laat het zo zijn dat wij allen bouwen op u, ons schild en onze verlosser. En dat we niet eenzaam op de vijand aangaan. Sterk ons dan ook voor komende week in uw kracht. Gerust ons dan in uw bescherming. Laat ons dan op u bouwen en gaan in uw naam. Machtige Heere, zegen ons als we te worstelen hebben met verleiding, verslaving. Wees ons nabij als schuldgevoel grepen heeft over ons leven. Wees ons nabij als wanhoop ons soms aanvliegt. Troost ons in angst als we ook een stoornis hebben. Wees ons nabij in de zorgen. Heere, laat het toch niet zo zijn dat er onder ons zijn die als een Goliath hun plaats innemen in het gezin. Bewaar voor pesten, Heere. Bekeer pesters en geef dat zij die gepest worden op u zien en verder kunnen. Geef ons wijsheid om elkaar zo op te beuren als een reus soms zo sterk is, als we er zo lastig tegenop kunnen. Dank u wel dat u ons aan elkaar geeft en dat we schouder aan schouder in uw wijngaard mogen staan. Grote God, gaat u dan met ons mee deze week in. Alle dingen die georganiseerd zijn of die spontaan zullen plaatsvinden, hebben uw zegen nodig. Verbreek de werken van de boze. Duw zijn demonen weg, geef hem geen ruimte. Maar kneedt u ons en vormt u ons. En beschermt u ons met uw engelenmacht. Want de strijd is toch van u, Heere. En u hebt toch de strijd overwonnen. Wij zien er ook uit, Heere, naar uw komst op de wolken. Dat u alles zult zijn in allen. Dat de strijd volmaakt gestreden is, dat het helemaal voorbij is, dat al het kwaad weg is. Heere, wat zal dat heerlijk zijn. Komt u dan alstublieft toch spoedig. En tot die tijd, Heere, help ons om staande te blijven. Zegent u onze gemeente zo. Ieder die een speciale taak heeft in de gemeente, maar ook als we lid zijn. Heere, help ons om te doen wat onze hand vindt om te doen. Ons werk, de vakantie, het kamp, de gemeente, de kerkraad. Zegt ook dominee Van der Ree, als hij deze week weer mag beginnen met zijn werk in de gemeente, geef dat hij met vreugde zijn arbeid mag doen en dat het tot zegen is voor de gemeente en daarbuiten. Machtige Heere, zo slaan wij onze ogen op tot u. Wilt u dan met in uw zegen met ons meegaan en ons leiden en beschermen, dat anderen ons zullen zien en merken dat wij een goede herder, een sterke strijder, een sterke held hebben. Geprezen zij u, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Ik wijs u er graag op dat u uw gaven mag geven in de dienst van de Heere. En dan zingen we vervolgens onze slotzang, Psalm 27, vers 2 en 7. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Ik verlaat mij, ik vertrouw helemaal op de Heer. Psalm 27, 2 en 7.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.